NEC verloor afgelopen zaterdag in een knotsgekke wedstrijd van Feyenoord. Ze komen uiteindelijk voor, maar verliezen dan toch met 5-3. Dan rij je met gemengde gevoelens naar huis. Natuurlijk met gemengde gevoelens. Ik denk dat we geweldig teruggekomen zijn van een 2-0 achterstand. Ik denk goede dingen hebben laten zien. Uiteindelijk in de laatste minuten hebben we niet een punt of gewonnen. Dus dat was teleurstellend. Maar uiteindelijk moeten we ook weer snel verder richting deze wedstrijd. En dat hebben we gedaan. Xavier Vet viel in de Kuip in en was belangrijk met een assist. Dat moet vertrouwen geven. Ja, dat was lekker. Dat is mooi om te laten zien wat ik waard ben, zeg maar. Hey, vorig seizoen, toen jij nieuw was, spraken wij elkaar. Je had Eredivisie-ambitie. Je kwam naar NEC, je bent gepromoveerd. Basisspelen in de keukenambitie en nu speel je heel weinig. Dat is niet fijn, denk ik. Nee, dat is niet wat ik voor ogen had en waar je op hoopt natuurlijk. Alleen het enige wat ik kan doen is hard trainen en mijn best blijven doen. En in de momenten die ik wel krijg, proberen te laten zien waarom ik wel wil spelen en vind dat ik dat moet doen. Maar goed, de trainer moet keuzes maken en momenteel draaien we ook goed, dus heb ik weinig te vertellen. Fortuna Sittard, vorig seizoen een heel goed team, hè? Snel wel gehandhaafd. Dat is dit seizoen iets minder bij hun op dreef. Wat verwacht je van die ploeg? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want ze hebben de laatste weken best wel wat sowieso in verschillende formaties gespeeld en ook met verschillende namen. Hè, dus dat is even afwachten. Maar ja, zij spelen thuis en zij hebben volgens mij ons en dan Cambuur. Dus zij zullen daar ook naar kijken als wedstrijden die ze moeten winnen. Dus wij kunnen denk ik wel verwachten dat ze er morgen bovenop zitten. En daar moeten we ons voor wapenen of tegenwapenen. En daar moeten we heel scherp in zijn. Dan zullen er ook mogelijkheden zijn om daar te voetballen. Ga jij tegen Fortuna aanvallender spelen dan tegen Feyenoord? Of blijf je met 5 verdedigers staan? Ja, we hebben bij Feyenoord volgens mij ook bij Vlagen met 3 verdedigers gestaan. En met aanvallende backs. Dus de formatie, daar zal ik niet te veel over zeggen. Want dat zul je morgen wel zien. Maar het is mooi om te zien dat we 2 kanten op kunnen. En ik zag op het einde Dirk Proper het veld opkomen. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij de hele training mee zou doen. Gaat hij goed met hem? Gaat wel goed met hem. Hij heeft alleen nog wat last van een blessure. En wat dat betreft komt deze training en de wedstrijd van morgen te vroeg. Maar het is niet ontzettend ernstig, maar voor morgen is dat geen optie. Pedro Ruiz zei dat hij voor de kerst nog zou komen. Het is nu oktober. Gaat hij morgen mee? Ja, hij gaat morgen mee. Dus hij zit op de bank, heeft alles meegetraind en is fit en gaat er een goede kant op. Dus we zullen zien. Zaterdagavond om 9 uur trappen ze af. Fortuna Sittard NEC. Natuurlijk weer live te volgen op de radio bij RN7.